Ja, vind dat je jezelf weer een beetje in het moment aan het verliezen bent. Leg dat eens uit. Met welke intentie ben jij hier in Utopia? Welke intentie? Meerder eigenlijk. Mm-hmm. En met als hoofddoel? Presentatrice worden, toch? Eigenlijk mezelf ontwikkelen. Presentatrice worden is later op mijn pad gekomen. Mm-hmm. Maar als ik dan kijk hoe je nu aan het afdwalen bent en hoe je jezelf opstelt naar mensen, dan denk ik, het gaat niet goed. Nee? Nee. Oh, dus ik ga de verkeerde kant op. Dat idee heb ik wel. Zeg maar in ieder geval qua, ja, jouw houding. En een nieuwe met mensen gehad. Overdreven fel en grof in de mond. Maar ik ben altijd grof in de mond. Nou, dat was dus voorheen een stuk minder en dat wordt met de dag erger. Dus daarom. Maar. Daar irriteerde ik me aan toen je begon te praten. Oké, maar grof in de mond, andere houding, maar je wist nog niet wat ik wilde zeggen. Nee, ik zeg toch de houding. En jij vraagt me dan, nou, waarom nee, maar welke, op dat moment, je weet niet wat ik wil zeggen. Ik zeg eigenlijk, neem ik alleen nog maar adem om iets te gaan zeggen. Mm-hmm. En jij zucht al. Dus dan is het natuurlijk dat ik grof gebekt ben op dat moment. Geen goed argument, want je wist nog niet wat ik zei. Nou, je zeg maar, jou als persoon komt even helemaal mijn strot uit. Ook zeg maar, wat daar dan aan vooraf gaat van, nee, en jij moet je bek houden. Nee, jij dit, jij dat. Dat ik denk van, wat een kinderachtige bende is dit. En dan neem je inderdaad een hap adem om wat te zeggen. En daarbij komt dan een soort van trotse pauw naar voren van ik ga nu vertellen wat ik ervan vind, want ik vind mijn mening belangrijk. Tuurlijk, goed. Uh-huh. Maar wat ik dan zie is wel weer gewoon dat ik denk, als je nog bezig bent met waar je hiervoor bent en dat is presentatrice worden en een goed... Nee, mezelf ontwikkelen, daarvoor ben ik hier. Oké. Dan... Dus dan, dan hoop ik, of nou, dan vraag ik me af op welke manier je jezelf aan het ontwikkelen bent. Door een sterke, egoïstische powervrouw te worden. Nee, absoluut geen egoïstische. Want als ik heel egoïstisch had geweest, had ik mezelf ook naar voren gezet om familiebezoek aan te vragen. Nou, ik heb het heel moeilijk gevonden om dat niet te doen. Dus nee, ik zie niet echt in waarom ik dan egoïstisch zou moeten zijn. Nou, dit is dan een voorbeeld inderdaad waarin je het belang van de ander hebt gekozen over jezelf. Maar dat is niet je main focus normaal gesproken. Ik vind het echt tragisch wat er met je aan het gebeuren is. Ja? Nou, zeg maar, ik had altijd bij jou ook het idee, het ging wel altijd een beetje bergafwaarts. En als je dan een postmoment had of je had familiebezoek gehad, kreeg je weer even een soort van wake-up call van, hé Merel, waar ben je hier voor? Wat ben je hier aan het doen? En dan was je weer even een beetje normaal. Dan kwam je weer tot jezelf. Mm-hmm. Dan werd je weer positief. En dan ging je weer lachen, ging je weer leuke dingen doen, ging je mensen helpen. En nu... Oh, dus ik help geen mensen? Ook. Probeer even niet te specifiek op de woorden in te gaan. Nee, ik ga probeer even meer het grote geheel te zien. Dat je denkt, ben ik blij met de manier waarop ik met mensen omga momenteel? Ja, zeker. Ja. Oké. Maar dat vind ik dus niet. En daarom stoor ik me aan jou als persoon en als jij begint te praten. Oké, maar dat ligt dan dus ook vooral aan jezelf. Tuurlijk, alles ligt aan mezelf, Merel. Ja. Ja, heeft verder niks met jou te maken. Het is mijn perceptie over jou als persoon. En jij bent daar geen partij in verder. Het ligt puur bij mij en niet bij jou. Ja. Maar hoezo kun je daar geen normaal gesprek over voeren dan? Ik heb hier helemaal geen zin in meer. Voornamelijk daarom. Oh, dus je blaast maar wat uit en dan kunnen we daar niet verder over praten. Dat is maar niet de reden waarom ik dan niks zeg. Het is vooral dat ik me hiervan afzijdig probeer te houden. Maar jij probeert je als een soort van insect continu aan mij op te dringen. Van, hé, bemoei jij je er eens mee? Dan komt Lex, komt dan Jenny helpen bij de bar. Dan kom je als een of andere tiran naar mij toe. Daar gaat het fout. Het is ook een punt van, het is een uiting van jou als persoon zijnde momenteel. Dat ik denk, wat de fuck ben je aan het doen? En daar is dat een voorbeeld van. En dan denk ik, blijf bij me uit de buurt. Ga lekker andere mensen pesten, maar niet mij. Nou, ik zie het niet echt als pest. Ik zie het meer met mensen wijzen op de dingen die ze niet nakomen. En ja, dat kan. En dan toevallig jij en Milène degene zijn die hier hun dingen vaak niet nakomen. En dat is daarom reinste onzin. Wat ben ik niet nagekomen de afgelopen tijd? De bar bijvoorbeeld. Oké. Ik ben inderdaad op het moment dat Mariska vroeg, ga jij de bar doen, want ik hem nu af wil maken. Terwijl 3 dagen later gebeurt, even als kritische side note, ben ik toen niet, toen ze het vroeg, gelijk begonnen. Dat is wat er is gebeurd. Wil ik nu nog een voorbeeld horen waarom ik tekortschiet of waarin ik nalatig ben? Nee, jij noemde dit voorbeeld net en dat is inderdaad een van de dingen waarom ik dan naar jou toe kom. Ja, maar je komt als een soort van hyena, kom je jezelf aan mij opdringen dat ik denk, zoek dit lekker bij iemand anders, nee, ga lekker iemand anders zo testen. Zo interpreteer jij dat. Nee, maar jij zegt gelijk, je bent nalatig en what the fuck en Lex heeft me dit beloofd. Oh,
Ik wil daar helemaal niet bij betrokken zijn. Nee, maar dat ga dat lekker met Lex uitzoeken. Nee, want door jou moet Lex is de rest van de middag bezig geweest met een date voor Brandon. Wat heb je daarover gezegd? Ja, maar het gaat nu om jou, toch niet om een date met Brandon? Lex kiest ervoor om Shell te komen helpen en ik ben daar geen partij in. Jij moet omdat bij mij... jij het niet deed. Dat nee, omdat ik het horen. Toen niet deed en jij noemt mij nalatig. En hou je gewoon lekker met jezelf bezig. En met de andere mensen hier. En niet met mij. Nee, ik word hier gewoon niet vrolijk van. Als jij niet nalatig bent, hoef ik niet naar jou toe. Ik ben ook niet nalatig. Ik heb het je als uitgelegd. Als ik dat te horen krijg, daar, dan kom ik naar jou toe om verhaal te halen. Mm-hmm. Dat jij direct in de verdediging staat. Maar jij hebt die mening nog steeds, hè? Jij vindt nog steeds dat ik nalatig ben. Want dat zeg je nu. Jij schiet altijd kort in de dingen die je doet. Als jij met Shelly de bar moet doen en jij bent degene en die ik... daar dan niet aan het werk is, dan ben jij nalatig. Dat klopt. Op het moment dat Mariska dat verzoekt, en ik het dan niet alle minuten doe. Nee, maar jij hebt alleen wat te maken met Lex. Ja. Punt. Maar doordat punt, Lex punt. Jou nalatigheid omdat, moet nee, daar moet niet. Lex kiest daarvoor. En omdat Shelly dan ons alleen voor staat. En dat Shelly kan iedereen vragen. Shelly kan het ook op een ander moment doen. Jij hoeft je niet met mij bezig als te houden. Als Lex Shelly niet had moeten helpen omdat jij het dan niet dan was het niet gebeurd. Dan was de hele markt in de soep gelopen. Nee, maar dan had Lex mij kunnen helpen. Ja. En Lex heeft de rest van de middag is bezig geweest met de date van Brandon. En die, maar daar dat, heb jij die, toch niks mee te doen? Ze is precies een kwartier bezig geweest met die bar. En je komt naar mij toe, je bent nalatig, dit, dat. We hebben een kwartier lang op een discussie. Op dat moment was je nalatig. Ik ben niet nalatig. Maar waar was je dan? Als je niet nalatig was, was je... Ik was bezig voor diezelfde markt. Ik was de kistjes aan het schroeven, die bij deze markt bijna volledig uitverkocht zijn. Elk niet verkochte kistje was €25 minder op basis van de verkoop. Je komt naar mij toe stieren alsof ik nalatig ben, omdat ik niet à la minuut Shelly wil komen helpen met die kutbar, terwijl ik productief bezig ben. Ik kwam dat toch gewoon aan jou vragen. Jij kon is niet nee. in de verdediging. Hoe vraag je iemand iets gewoons van, hey Jens, door jouw nalatigheid ben ik nu Lex kwijt. Zo begon het zo ben je begonnen, ja. Oh. Zo kom je naar mij toe stieren. Dat ik denk van, hey, ga lekker iemand anders lastigvallen, gek. Ja, ik vind dat en dan belachelijk. Ben ik grof gebed. Misschien moet je eens op je nee, maar ik wil geen presentatrice worden, Merel. Ik wil vooral mezelf zijn, Jens. Dan moet je geen presentatrice worden. Ik denk dat ik daar heel ver mee kom eigenlijk. Moet je eens kijken hoe jij jezelf nu profileert. Denk je dat je daar profijt van gaat hebben buiten? Ik denk het niet. Ik heb daar niks van nodig. Jij wil graag iets bereiken, ja. Dan zorg je ook dat je jezelf op een bepaalde manier positief opstelt. Of je moet er vrede mee hebben dat je helemaal niks meer gaat bereiken. Joehoe! Jens, ik ga heel veel bereiken in het leven. Tuurlijk meer, we gaan het allemaal zien, maar op deze manier niet. En ik denk... Nou, als ik dat van iemand in dit land niet zal aannemen, is het van jou. Nee, tuurlijk niet, want mijn mening is irrelevant. Ik ben een waardeloos persoon, ik ben niets waard. Prima allemaal, blijf die gedachten herhalen in je hoofd. Je denkt niet heel positief over jezelf. Nee, tuurlijk niet, ik ben een waardeloos figuur. En dat is prima... Maar doe niet alsof je dat zelf wel bent. Als jij op deze manier blijft praten en jezelf blijft opstellen naar de groep toe, word je nooit geen presentatrice. Joh, maar maak jij je niet zo druk om mijn carrière? Dat komt echt nee, maar goed, als ik naar jou kijk, dan voel ik die frustratie van jou naar een droom toe die je niet gaat verwezenlijken als je je zo gedraagt. Ik denk dat je gewoon tekortschiet en jezelf niet echt een imago aanmeet waar je wat mee kan in de toekomst. En daar stoor ik me aan. Ja, en dat zie ik en dat spreek ik niet uit omdat ik niks met jou te maken wil hebben. Nu kom je naar mij toe vragen waarom is dit? Waarom kijk je zo? Je probeert mijn ambt publiek, probeer me uit de tent te lokken. Allemaal prima, maar het initiatief ligt van deze hele ellende bij jou. Laat me gewoon met rust. Maar laten we dan één ding afspreken, dat je je vooral niet druk maakt om mijn carrière. Maar maak jij je dan geen druk om mij en dan zijn we allemaal prima. Nee, als jij je afspraakjes nakomt, hoef ik me niet ik druk om jou. Ik kom mijn afspraken na. Vaak niet. Ik heb niet aan Shelly beloofd dat ik iets zou doen en het vervolgens niet gedaan. Noem mij nog één voorbeeld van een afspraak die ik niet ben nagekomen. Nou, we hadden het nu over deze. Noem er nog één. Gooi maar. Welke afspraak ben ik niet... frustratie zo. Welke afspraak ben ik niet... Nee, maar je verkondigt leugens. Dat moet nog wel heftig zijn. Je verkondigt leugens. Welke afspraak ben ik niet nagekomen? De bar, Jens. Daar hebben we het nee, maar ik had geen afspraak. Die afspraak... Ik had geen afspraak, dus ik kan hem ook niet nakomen. Geef me een ander voorbeeld van een afspraak die ik niet ben nagekomen. Nee, want dit is het voorbeeld. En als ik dat hoor van Shelly, dan kom ik naar jou toe. En dat jij dan in de verdediging schiet, dat is volledig aan jou. Dat moet je zeker doen als je daar goed bij voelt. Daar voel ik me fantastisch bij. Maar geef me nogmaals een voorbeeld van een afspraak die ik niet ben nagekomen. Ik kom... Nee, we maar... hebben het over deze situatie. Maar daar heb ik geen afspraak gemaakt, hè? Nee, maar, dan hoef je geen andere nee, voorbeelden dat, te noemen. Goed punt, maar Merel zegt net omdat Milène en jij vaak de mensen zijn die hun afspraken niet nakomen. Dan, denk dan ik heb van, ik dat overdreven. Oké, okay, ja. En dan heb ik hier geen afspraak gemaakt met Shelly over wanneer we de bar zouden doen. Dus is dat ook niet een afspraak die ik niet gebroken heb. Dus is hier geen afspraak verbroken. En wil ik graag, want ik kom altijd mijn afspraken na,
Maar je komt altijd je afspraken na, maar als ik daar bij Plateau naar je toe kom, zijn het hier allemaal loze afspraken en komen die niet na. Dus waar als gaat het de dingen die wij als groep met elkaar beslissen, dat we denken van nou, wij gaan vanaf nu elke ochtend om 9 uur vergaderen, dan is het weer loze bord. Gaan we met z'n allen de trein opruimen om een bepaalde tijd, zijn het loze borden. Gaan we dingen afspreken in de vergadering, klopt de helft van de bende weer niet. Dus inderdaad, heel veel van wat wij hier zeggen klopt niet. Maar sta jij op zo'n moment als we met elkaar afspreken om 9 uur te vergaderen, zit je er dan wel? En als we afspreken dat we om die en ja, ik zit daar dus altijd. Maar om dit en dit tijdstip het terrein op gaan ruimen, ben je dan ook op dat moment aan het opruimen? Afhankelijk van of die input is van de groep. Als ik al vooruit zie... Ja, maar daar gaat dan het dus mis. Ja, nee, natuurlijk. Daar ben ik dan ook onderdeel van. En daar heb je dan je keuze maar dan ben ik van niet... laten hangen van andere mensen hun inzet. En je moet nou, alle tijden... Kijk, als jij nu zegt, ik kom altijd mijn afspraak na, dan sta jij daar op dat moment in je eentje op te ruimen. Mm-hmm. Snap je? Maar yes, ik ben gek Henkie niet. Zeg maar, ik wil best mijn bijdrage leveren aan het proces en het totaalbeeld hier. Maar ik ga toch niet, als wij met z'n allen een afspraak maken, en mensen die komen hierna, want er wordt gerookt, er wordt gechilled, er staan mensen te koken, dan ga ik toch niet als een of andere gek, terwijl we met z'n 14 een afspraak maken, in mijn eentje maar nakomen. Maar, ik sta wel gewoon... Maar eigenlijk wijken we echt compleet af van... Nee, maar we hebben het over afspraken in algemene zin, en dat is een belangrijk punt, tuurlijk. Maar als jij mij gaat nemen als voorbeeld voor iemand die zijn afspraak niet nakomt, ik sta gisteren jouw afwas te doen, hè? Dat is ook een afspraak die we met elkaar maken. Ja, maar daar heb ik je toch ook heel erg ja, voor bedankt. En dat is super, maar ik ken mezelf wel als iemand die mijn afspraken nakomt. En als jij dan een soort van beeld over mij creëert waarin dat niet het geval is... Oh, maar dat dan is denk ik de van, bedoeling, want daarom neem ik de situatie van de bar. Alleen dit hele gesprek begint waarom jij met je ogen gaat rollen als ik daar wat wil zeggen. Ja. Daar gebeurt dit hele gesprek mee. En dan noem je mij een insect, omdat ik jou waarschijnlijk dus op de huid zit. Zoals ik het niet zie, ik wijs jou eigenlijk alleen op punten die je dan niet nakomt. Zoals dus een bar. Ik heb jou gewoon aangegeven van, hey, laat mij met rust. Al eerder ook toen in de situatie van het plateau. Bemoei je lekker niet met mij. En ik jij zou, kiest ik er bewust mij voor. Ook niet bemoeien, of ik zal me niet bemoeien met jou als ik daar geen last van heb, Jens. Maar zodra ik in een situatie kom waardoor mensen hun afspraak met mij niet nakomen door jou, ja, dan bemoei ik me zeker met jou. En dan is het ook mijn schuld. Zeg maar, je gaat hier Lex volledig in voorbij die ervoor kiest om haar te helpen. En niet op het moment dat jij het haar vraagt te kiezen van, oh nee, ik had een afspraak. Ja, maar dit... Zo had het moeten verlopen. Ik had hier niet eens partij van moeten zijn. Dus ik had hier geen partij voor moeten zijn. Ik had hier helemaal niks mee te maken moeten hebben, Jens. Helemaal niks. Nee, je had gewoon lekker en al die onbedrukte shirts, die hadden gewoon bedrukt moeten zijn. Dat is wat er had gebeurd moeten zijn. Dat is toch ook een afspraak die je had gemaakt? Ja, ik heb ook voldoende shirts geplotterd. Voldoende, maar niet allemaal. Ja, want we hebben hier gewoon nog een hele stapel liggen. En ik zal hem even voor de volledigheid hier erbij halen. Allemaal onbedrukt. En jij zou een week lang, zou jij met iedereen, met 3-4 man wil jou helpen om die shirts te bedrukken. En het gebeurt niet omdat Shelly... op een moment die bar weer opruimen. Nee, hier ligt toch een stapel shirts. Jij bent toch al vanaf maandag aan het zeggen. Ik ga al die shirts bedrukken. En Frenny gaat me helpen. Ja, maar en Lex gaat me helpen. Welke mate dat zijn? We hadden van alles hadden we 10 stuks. Het zijn allemaal 4, 5 XL'tjes. Nou. Trouwens, ik hoef me natuurlijk helemaal niet te verantwoorden. Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk hoef je niet te verantwoorden. Dat is prima. Maar ga het lekker niet bij mij zoeken. Jens, nogmaals, als jij mij niet in moeilijkheden brengt, zoek ik jou niet op. Ik breng dan jou. Moet je dat niet doen? Als jij een afspraak hebt met Lex, moet je Lex erop aanspreken en niet mij. Bemoei je lekker met je eigen zaken. Als jij je afspraak niet nakomt, dat is het enige wat ik doe. Zoals je mij mag aanspreken op dingen die ik niet nakom. Ik heb geen afspraak met Shelly gemaakt. Ik heb geen afspraak verbroken. Dus dan kom je ook niet naar mij toe om te zeggen dat ik geen afspraak nakom. Zo simpel is het. Ik zei dat ik het ging doen inderdaad en toen heb ik ook Mariska verteld. Ik ben nu bezig met de kitjes. 4 dagen lang heb ik dat aangegeven. Ja, het eerste keer schijnt niet gehoord. Hallo Jens, jij je lag op de bank. Toen die bestelling binnenkwam, toen heb je nog tegen mij gezegd, waarschijnlijk heb ik het niet gehoord. Shelly heb ik daarna 2 dagen lang gevraagd en Shelly zei, ik zal het met Jens erover hebben, want dan konden wij het dak erop maken. Nou, ik zal je vertellen hoe het is gelopen. Zijn maar 2 dagen voor het incident bij onze bar. Toen kwam jij naar mij toe inderdaad, terwijl ik op de bank lag van, ik heb hem helemaal schoongemaakt, gaan jullie hem dan nog inruimen? Toen zei ik, tuurlijk, dikke prima, we hebben daar geen tijd aan verbonden, niks. Toen kom jij op die dag naar me toe, Jens, ik wil het dak op de bar maken, wil je die spullen hier weghalen? Ik zeg, tuurlijk, ik haal ze nu even weg, maar ik ben nu bezig met die kisten. Ja, en prima. Toen heb je drie dagen lang niet aan het dak van die kutbar gewerkt. Ja, omdat ik ondertussen een ander ding aan het maken was. Ja, en dat is prima, maar dan had je niet naar mij toe moeten komen. Ik wil aan die bar gaan. Ach, Jens, man, doe niet zo negatief, man. De laatste tijd ben je alleen maar negativiteit aan het veroorzaken. Dat is het. Is dit echt hoe je daarover denkt? Ja, dat denk ik echt. Jij vraagt iets aan mij omdat je een bar wil gaan. Ja, omdat ik dat 3 dagen daarvoor aan jullie vraag. En jullie laten het gewoon staan. En jullie precies hetzelfde. Dat is het, Jens. Jij zegt
ik wil die, het dak van die bar gaan doen, ja? Nu. En wilde daarom ik moet ook. Nu de spullen eruit. Ik ga à la minuut. Hou ik die, die trolleys haal ik eruit. Van hé, ik ga het op een later moment zeker doen. Succes met het dak van je bar. Ja, die wilde dat we doe je drie dagen lang niet. Terwijl het nu moet gebeuren. Dan gaat Kelly hals over kop naar Lex toe. Omdat zij hulp nodig heeft. Nee. Ik stond daar stond jij en jullie bij beneden. Want ik zei tegen Shelly, heb je al met Jens een afspraak gemaakt wanneer jullie de bar gingen doen? Jij gaat naar toen haar zei toe. Shelly dat jij met de kistjes bezig was. Precies. En toen zei Lex, ik ga Shelly wel helpen met die bar. Super, mooi initiatief van Lex. Was ze even vergeten dat ze een afspraak had met Merel. Dus dat ze dat niet had dus toezeggen. Maar ik ben verder geen partij in deze hele drama. Dus laat me ook gewoon met rust. Punt. Of niet? Zeg ik nu iets heel geks. Ja, eigenlijk wel. Het is alleen maar negativiteit die eruit komt momenteel. Er kan echt geen positief woord inkomen, Jens. Nee, dat vind ik, ja. Dat is oké, als je dat vindt. Maar je kan niet zeggen dat je de afspraak niet nakomt. Hé, ik zeg nu ook niet dat je de afspraak niet nagekomen was. Maar jullie hadden godverdomme op het moment dat de bestelling binnenkwam op dinsdag, hadden jullie meteen die bar moeten inruimen. Ik heb maar zo gek staan schoonmaken. Dat is wat je altijd zelf doet. Ik heb die bar meteen schoongemaakt, dat was de afspraak. Heb ik gedaan, alle koelkasten. Nog voordat die afspraak er was. We hebben er dus geen tijd aan verbonden. Dus tuurlijk heb jij gezegd, want anders doen we op het laatste moment. Geen woorden. Ik heb gewoon liever niet, om even terug te komen op de essentie, dat je bemoeit met wat ik aan het doen ben. En als ik me dan frustreer over jouw houding en ik trek er een gezicht bij in groepsverband, dan kies ik er bewust voor om dat niet te uiten in de vorm van woorden, maar kan ik het niet laten om mijn gezicht erin te vertrekken. Omdat ik denk, je stelt je weer op een manier wat niet bijdraagt aan jouw hopelijke toekomst als presentatrice. Oké, maar we hebben net afgesproken dat jij je daar vooral geen druk meer over, geen zorgen meer over maakt. Nou, dat kan ik niet beloven, want dat is zeg maar dat gevoel wat in je opkomt. En dat gevoel zich uit in je gezicht. Ook dat kan ik niet controleren. Maar als er dan gevraagd wordt wat er aan de hand is, wees dan ook een vent en zeg het gewoon. En maar I don't care of dat een groepsverband is of niet. Volgens mij deel ik dat gewoon en hebben we eerder afgesproken met elkaar toen ik Maris aansprak op het feit dat ze mijn achterlijke mogol had genoemd om dat in de groep te bespreken. Toen was het niet oké, het is iets tussen ons, laten we het dan ook alleen met elkaar afspreken. Maar nu is het iets wat ook eigenlijk alleen maar tussen ons is en dan moet het wel in de groep worden uitgesproken. Als ik iets wil zeggen en iemand die trekt zo'n kop, ja, dan ben ik heel benieuwd waar dat gaat. Maar laten we dat dan gewoon op een later moment. Nee, dat in groepsverband is, Jens. Laten we er dan ook consequent in zijn en dat gewoon met elkaar uitspreken. Maar dat is prima. Maar het verschil in deze situatie is wel dat Maris toen jou niet heeft gevraagd wat de situatie is en dat Merel je nu wel vraagt wat de situatie is. Maar dit keer besluit je om het niet te zeggen en die keer daarvoor heb je hem doorgepost. Nee, toen hebben we dit toch keer vraagt Merel dat aan je. Mm-hmm. En de vorige keer heb je hem er zelf ingegooid. Maar jij dus vond vraag. Oké. Dus als jij dan wil dat zoiets niet besproken wordt vanuit jou als initiatiefnemer, omdat jij dat voelt op dat moment, dan is dat je goed recht. Maar wordt het je gevraagd, zit je in een hele andere situatie. Terug naar de situatie. Vond je het een gepast moment om mijn frustraties over Merel te uiten? Als zij daarom vraagt, dan kan jij dat in aanwezigheid van 14 man, terwijl we met 3 kisten op het terrein staan te bepalen wiens familiebezoek mag blijven, ga ik daar mijn frustraties over Merel uiten. Er was frustratie, dus als zij dan uiteindelijk kan zij zeggen van joh, laat me even met rust. Of ze vraagt aan je van joh, wat is er? Zeg het maar. En dan uiteindelijk ben jij degene die de keuze maakt. Maar de vorige keer drukte je het er zelf doorheen en nu wordt erom gevraagd maar, en dan geef je hem niet. Het ding is, ik heb hem over laten waaien omdat iedereen dacht van nou, dat is lekker iets tussen jullie, bespreek dat na de vergadering nog maar even zoals we hebben gedaan. We vonden dat niet iets om in de groep te bespreken, volgens mij zijn dat jouw woorden ook. En daar hebben we dan als groep een soort van keuze over gemaakt. Weet ik hoe de groep erin staat om dingen op individuele basis in groepsverband te bespreken? Hou ik me daaraan? Neem ik dat zeg maar als input voor mijn gedraging in de nieuwe situatie? En is het weer niet goed? Nee, maar dat is je goed recht om het nu uiteindelijk voor je te houden. Maar ik vroeg het, want als ik het niet had gewild, dan had ik het niet gevraagd. Maar als ik jou vraag wat er is, nee, maar joh, als daar heel Nederland erbij, dat boeit me echt niet. Maar als de rest van de groep het ongepast vindt om iets individueels te bespreken in groepsverband, dan doe ik dat niet. Dan had je gewoon een enquête gehouden, dat niemand het goed vond om dat te zeggen. Nee, toch? Toen wij in de vergadering hebben gezeten en we hebben dit gesprek gehad, toen woog de groep naar van, hé, dit is jullie probleem, los het zelf. Ja, maar dat hebben we ook gedaan. Hebben we ook gedaan, omdat dat dus de houding was van de groep. Dus ik heb geen enquête in heel Nederland gehouden inderdaad, om het maar niet groter te maken dan dat het is. Maar ik heb die input van toen gebruikt voor mijn handelen van nu. En ik vind het prima om het hier op een later moment over te hebben, allemaal leuk en aardig. Maar ik vond dat niet het moment. Maar de vorige keer heb je hem zelf geopperd, dit keer is erom gevraagd. En de vorige keer heb je gevraagd om een mening van de groep. En dit keer vroeg Merel alleen maar waarom je het doet. Je kan de situatie niet afgeven. Jeff, ik vind het een heel raar uitgangspunt. Het enige ik vond het niet zelf aan is dat er twee mensen zijn die rommelens met elkaar hebben in groepsverband.
Maar het verschil is wel dat Merel er nu om vraagt. En de vorige keer vroeg jij om de mening van de groep. Dit vinden wij toch niet normaal? Okay. Dus toen betrok je goed, de groep erbij. Goed wat je zegt. Is een andere situatie. Eens. Ook in bepaalde zin wel te vergelijken, andere keer niet. Ik vond, nogmaals om terug te komen, de situatie niet het moment om mijn frustraties over Merel uit te spreken. Omdat het ging over een keuze tussen jou of Jordi, wiens familiebezoek er mag zijn. En dan gaat het toch niet om een soort van veten die ik met haar heb, omdat ik er niet kan uitstaan. Dat is dan toch niet het moment om het daar een keer over te gaan hebben. Nee, dat is dan toch mooi dat we het later een keer doen. En die keuze mag jij maken. En dat is, ja, dat is ook helemaal prima. Ja. Maar daar begon het toch ook allemaal niet over? Of is het uiteindelijk geëindigd bij de bank? Afspraken. Nee, ik ben hier naartoe gekomen om aan Jens te vragen waarom hij zijn hoofd trok. Ja, dat mag je weten, toch? Ja, tuurlijk. Dus daar heb ik ook antwoord op gegeven. Zeker. En dan is het ook gewoon goed zo, toch? Ja, mij betreft wel. Ik weet niet, goed is het niet, maar we kunnen weten, toch? Oké, Vraagje. Vinden jullie het goed om morgen om 9 uur...